Het veld ligt er toch al een aantal jaar. Het ligt een beetje verscholen aan de Dintersche dijk, aan de achterkant van de schaapskooi in het Weibosbroek. Op deze plaats werd in 2005 een oude traditie nieuw leven ingeblazen. Kijk, hier kun je zien dat er gele lupuline in zit. Kijk, als de blaadjes loslaten, dan is hij toch wel rijpend. Het gaat over die gele lupuline, heet dat. Daar zitten olie en daar zitten de bitterstoffen in, die eigenlijk in het bier een rol gaan spelen. Die bellen, zijn dat eigenlijk bloemen? Nou, het is een bloem en die vormt de vrucht en dat noemen ze die bellen. Dus hij begint te bloeien ergens in eind juli en dan gaat hij over tot een vrucht. In dit geval, dan noem je die vrucht een bel, een hopbel. En dan doen we even een touwtje trekken. Let me lopen, de water kan. Dat doe ik geen zier aan de planten. Trek me even die kant uit halen. Dan sla ik daar de slang in. Ja, ik dacht dat die al. Oh nee, die heb je gezet, zeg. Schijndel en omgeving kenden van oudsher een traditie van het telen van hop. De grond is hier heel geschikt voor. Maar na de oorlog verdween de hopteelt helemaal. Er is in 1800, ik ken niet precies de data, is hier een zeer actieve hopteelt geweest. Maar vooral bij de boeren. De boeren hadden bij elke boerderij hadden ze een aantal hopkuilen. Een hopkuil, dat is zeg maar een plek waar een holling in de bodem in de grond was, waar ze mest konden en bepaalde product afvalstromen die voedingsrijk waren, konden bergen. En daar links en rechtsom hadden ze palen gezet waar hop tegen aangroeide, die dankbaar gebruik maakt van de rijke voeding. En een hopland groeit elk jaar tot 1 meter of 6 hoog, als die de ruimte krijgt. En op die manier konden ze veel opbrengst genereren en die werden goed betaald. Hier in de regio zaten een aantal brouwerijen, maar het ging eigenlijk over het hele land. Werd die hop uit Schijndel verkocht. We gaan de eerste hop plukken. Dat was in Schijndel ook een hopwaag. En de boeren konden daar de hop naartoe brengen die ze gedroogd hadden. Die is op een gegeven moment tot een einde gekomen. Omdat uit buitenland grootschalige hopteelt tegen lagere prijzen zodanig concurrerend was dat het hier niet meer interessant was om die hop te telen. Dus de brouwerijen werden ook groter van omvang. En die kochten de hop elders. En dus zochten de leden van de hopclub naar een geschikt nieuw veld. En dat vonden ze op de schaapskooi, achter de bijentuin. Zwaar werk, of niet? Nee, we laten het water het werk doen, hè. Dus wat dat betreft. Kijk, helemaal met de hand zo de grond in timmeren, dat is veel zwaarder, hè. Ja. Nou gaat hij ineens. Stop. Wat je hier ziet is een nieuw veld waar 7 rijen hop geplant gaan worden op 1,20 meter afstand in de rij. De rijbreedte is 3 meter en wij kiezen voor 7 rijen met verschillende soorten hop.
Hier zijn we de voorbereiding aan het treffen om de hopteelt tot 6 meter hoogte te maken. Dus hier wordt de fundatie gelegd voor een palenframe. Die palen worden 6 meter boven het maaiveld. En dit zijn grondankers waar we met bedrading de palen op onderlinge afstand houden en een stabiel geheel maken. Het veld achter de schaapskooi was een proefveld. De draden waarlangs de hop kan groeien waren niet langer dan 3 meter. En dat is te kort, want hop is een echte klimmer die wel tot 6 à 7 meter kan groeien. Je wil eigenlijk dat die in lengte door kan naar boven. Kijk, want daar die, dat is dan wel ielig plantje. Maar je ziet wel hoe mooi dat die bloemen, die bellen, beschikbaar zijn. Hè? Dus als je een grotere lengte hebt, dan gaat die ook beter, dan wordt die ook dikker. Dan wordt de stengels ook dikker, dan gaat die meer leveren, dan kun je hem ook meer voeden. Het is inmiddels hartje zomer als de palen geplaatst zijn en de mensen aan de slag kunnen met het spannen van de draden. Dan kan ik hier mee wat tegen. Dan kan ik een beetje halen, hè. Die moet vanmiddag gewoon als we thuis zijn. Er komt een flinke spanning te staan op de draden. Die spanning die komt erop omdat met behoorlijke windkracht en de hop als die volgroeid is, er een heel zware belasting op die palen komt. En als je die palen niet zou verankeren, dan zou het hele zaakje omknappen en tegen de grond gaan. Hop is een onmisbaar ingrediënt van bier. Bier dat hier in ruime mate werd gebrouwen. Dus de mouten zijn belangrijk, de hoppen zijn belangrijk en de gistsoorten zijn belangrijk. Voordat je de gist toevoegt, ga je eerst koken met hop. En door het kookproces komen de stoffen uit de lupuline, die bitterstof kunnen vormen, die komen beschikbaar door het koken. En dat heeft ongeveer een kooktijd nodig van een uur. En dan zit er bitterheid in het bier en dan kun je eigenlijk de hop uit het bier filtreren. Het heet dan nog steeds wort, want het wordt pas bier als je met de gist de alcohol geproduceerd hebt. Dus de stap dus na het koken is koelen, dan de hop of de gist toevoegen. En daarna 2-3 weken heb je zoveel suikers omgezet tot alcohol dat het eigenlijk de naam bier kan hebben. Dit is het enige moment bij het bier maken dat er zuurstof in de wort mag, de toekomstige bier. Want die zuurstof die heeft de gist nodig om die suikers om te zetten in alcohol en in koolzuur. Wij zijn met een aantal vrijwilligers. Bij de hop teelt hebben we hier een aantal vaste medewerkers die voor de schaapskooi hier hun handenspandiensten doen. En daarnaast ook een aantal mensen die standaard ook die andere werkzaamheden doen die op dit soort momenten ons ondersteunen. De vrijwilligers is natuurlijk wel een groep van mensen in het algemeen die pensioengerechtigde leeftijd hebben of verder boven. Het varieert van mensen van 60 tot in de 80. Die hier elke week een aantal werkzaamheden doen. En de toekomst moeten we rekening houden dat het aantal vrijwilligers onzeker is. Dus wat we doen moet dan ook zo eigenlijk georganiseerd worden dat dat met minder mensen ook toch doorgezet kan worden. Doe het maar. Ja, dus dat is een leuke club. En doordat je wekelijks bij elkaar komt, er is ook aandacht voor samen koffie drinken. Jaarlijks natuurlijk ook wel een avond waar we samen, maar het is vooral de wekelijkse activiteit die de mensen bindt. En de producten die je maakt, waar je samen plezier aan hebt, dat gerealiseerd is. Nou, we zijn momenteel zover dat we de
de kabels boven de palen gaan spannen. En aan die kabels komen straks de draden waar de hop aan klimt. En dit hele spangedeelte, daar zijn we nou mee bezig om een beetje uit te vinden hoe dat we dat op de beste manier kunnen doen. Het aanspannen is het spannendste moment. Want dan moeten alle kabels die moeten strak en op de juiste spanning staan. Want anders dan straks er moet nog een paar draden meer aan. En als die draden dan ook nog een keer aan gaan trekken, dan lopen die kabels allemaal de verkeerde kant uit. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Bovendien in september, eind augustus en september, dan hangen we ook nog eens een keer die hopranken aan. Dus dan komt er behoorlijk gewicht aan te hangen. En dan hangen ze door en dan schuiven ze weer naar elkaar toe. En dat is niet de bedoeling. Nou, het idee is dat niet alleen de hop eraan komt te hangen, maar als we zo'n bui hebben zoals gisteren en er flinke windkracht op komt, dan heeft het heel wat te houden. En Pieters projectleider die gaat er echt op toezien dat die palen ook mooi rechtop blijven, want hij wordt er later op aangekeken. Dat is mooi gezegd, Huub. Bedankt collega, maar jij bent toch een co-assistent, dus wat dat betreft doen we dan het samen delen. Okay. Het is heel zwaar werk geweest met die palen. Die palen die wegen toch denk ik tegen de 60, 70 kilo. Ja, ja. En de buitenste trekpalen, die schuine palen, ja, die wegen het zwaarst. Die waren ook niet handmatig te zetten. Hebben ze vroeger toch wel een of andere manier gehad om dat wel te doen. Ik denk met een soort mik en dan zo omhoog trekken. Maar wij hebben dit hier op dit veld machinaal gedaan. De tussenpalen die hebben we allemaal handmatig gezet. Dus dat was echt zwaar werk. Is het gevaarlijk werk? Nu is het gevaarlijk werk. Het is, boven sta je op de steiger. Als je het niet gewend bent, dat scheepgevoel, dus als je op zee bent, want je krijgt echt zeebenen, dan is het boven moeilijk. Bovendien, de een loopt naar de andere kant en je hebt iets in je handen, dan moet je weer vlug iets vastpakken om toch je evenwicht te zoeken weer. Bovendien is het ook nog heel moeilijk om de veiligheid goed te hanteren. Je moet hier eigenlijk een meter of vijf rondom die kar moet je wegblijven. Want af en toe vallen er gewoon stukken gereedschap naar beneden. Dat zit boven geen kantpark aan en dat is eigenlijk, mag niet, er moet eigenlijk een kantpark voor de veiligheid opzetten. Ja, ze zeggen nou, ik moet richten op jouw neus. Ja. Dat ging allemaal nog goed. Je bent naar beneden gegaan nu. Ja. Dat had ik niet naar beneden gegaan. Ja, het is leuk werk, want alle mensen, de vrijwilligers, die willen hier mee komen helpen. En we hebben niet voor alle mensen direct werk, want het is een beetje specialistisch. Maar ja, het is altijd voor iedereen wel leuk om iets te creëren waar je later kunt zeggen, kijk, daar heb ik aan meegewerkt. Dus ook al loop je gewoon rond met ondersteuning, straks kun je toch zeggen van, kijk, daar zit mijn deel ook in. Ja. En leuke ploeg? Ja, we hebben gezellige mensen. En dat is eigenlijk wel een beetje de uitdaging ook voor Piet als projectleider. Dat hij ook toeziet op de veiligheid. Want Piet heeft jaren in de bouw gewerkt met alle voorschriften. En wij zijn allemaal vanuit een andere origine. En we moeten wel naar hem luisteren. Dat valt niet altijd mee. Nee, we hebben hier zoveel managers. Kijk, we hebben nu in september het oude hopveld. Wat geplukt moet worden. Dat krijgt even de aandacht. En dan in oktober, dan gaan we hiermee door. En dan moet er eigenlijk ook dat wat we aan plantmateriaal hebben, ook gezet worden. Nou, ik ben nu samen met Henk de hop strengen van de draden af aan het knippen. En die voeren we dadelijk naar de plek waar we plukkers hebben. We plukken deze, dat noemen we de bellen, die plukken we dadelijk. En het goede moment is om te plukken is dat de gele stofjes die erin zitten, de lupuline, dat die voldoende tot ontwikkeling zijn gekomen om in het bier de karaktereigenschappen te geven die deze hop aan het bier toekent.
Je kunt zien dat dit een vrij grote bel is. Dit is van de Taurushop. En die is vooral om de bitterstoffen in het bier te brengen. En bijdraagt aan de conservering. Maar vooral ook de smaak, de bitterheid. Maar als je naar deze hop kijkt. Dit is een kleinere bel. Deze plant, dat is de saffier. En die heeft ook die bitterstoffen. Maar in mindere mate. En wat die vooral in zijn lupuline heeft, is een soort hoparoma, wat vooral ook aan de smaak bijdrage levert. Ja, hier staan we in de Vlaamse schuur. En deze Vlaamse schuur is nu worden ons gebruikt om de hop te ontdoen van de bellen. Zoals je ziet, zijn er nogal wat handjes nodig om de bellen van de plant af te halen? Nou, voor mij is het de eerste keer dat ik dit doe. Ik heb het, in de mooie Schuylenkrant had ik het een berichtje gelezen van dat ze mensen zochten om hiermee te helpen. En ja, ik dacht bij mijn eigen van, ik ben sinds kort van de prepensioen. Ik denk, ik heb de tijd en ik vind het een super mooie plek hier, de Schaapsgooi. Ik denk, ik ga de mensen eens mooi helpen. Valt het mee? Nou, ik val het heel erg mee. Ik vind gewoon, het is gewoon heel licht werk. De hopbelletjes die wegen helemaal niks. Je krijgt er alleen een beetje plakkerige handen van. Maar ik heb goed gezelschap en samen proberen we de mandjes te vullen. Hè? Ja. Het is ouderwets handwerk, ja. Beter als machinaal? Ja, vind ik wel. Ja, misschien wordt het milieu sowieso wel. En ik denk dat er lekker de bier van komt, denk ik. Dat is rustgevend, ja. Alleen ze zijn tamelijk klein. Dat is gemakkelijk als ze iets groter waren. Maar het is mooi, je kunt een beetje praten met andere mensen. En is het moeilijk? Nee. Anders deden wij het niet. Dit is helemaal niet moeilijk. Want er mag geen blad bij en verder is goed. En geen te lange delen. Ook geen lange stil, hè? Ook geen lange stil, hoor. Weet ik ook. Dat is toch ook wel kritisch. Er wordt wel kritisch gekeken. Ja. Wordt gekeurd. Zo, perfect. Ja, dan mag jij een beetje. Zand erover. Figuurlijk. Max is met de laarsjes vast. Ik moet erop stappen. Met de laarsjes. Zo. Ja, precies. Zijn ze natuurlijk niet. Ja, goed zo. Keurig. Zo. Goed, Sabine. Lekker bier maken. Helemaal top. Ja, we zijn hier in het nieuwe hopveld. Dit is eigenlijk nog in opbouw. Dus zijn we een x-aantal acties nog bezig. Maar dit is wel de tijd om plantmateriaal in de grond te zetten vanwege dat de temperatuur in de bodem nog gunstig is. Daar is nu wel een moment voor om hop die wij eerder al gestekt hebben, nu aan te planten. En die gaan dus in het voorjaar gaan die, zeg maar, uitgroeien. Hoe hoog is nog even voor ons ook een weet. Uiteindelijk zullen ze naar een hoogte toe gaan, elk jaar opnieuw naar zo'n 7, 8 meter. En op dat niveau hebben wij ook de draden straks bevestigd, want die hop die omhoog groeit, die laten we via een draad zoeken naar de top. Knip ze maar gewoon vast. Ja, maar ik kan de was, maar ik heb vanmorgen geoefend. Speciaal voor. Kom op. Zien.
René, ik kruip nog maar één etage hoger, want hoe kom jij nou boven? Ja, dat heb ik in mijn handen, hè. Ja. Moet je een spade hebben? Ja. Zijn die erbij? Had ik die... Wat je hier dus ziet is een hopplant die nu aan het uitschieten gaat. Uit elke hopplant komen een aantal van deze scheuten. Deze scheuten die gaan deze komende 5 maanden naar 7 meter hoog. En om ze die lengte goed te laten groeien, leiden we ze langs een klimdraad. En die klimdraad die zetten we boven met een mastworp vast. En die verbinden we met de onderdraad. Nou gaat de plant klimmen. En in september dan kunnen we hem ervan afhalen en de bellen gaan oogsten. En natuurlijk hopen we dat het een prachtige, groeizame zomer wordt. Dat de bierbrouwers weer volop aan de bak gaan.